welkom bij een nieuwe aflevering van De Wereld op je Bord. Vandaag volgen we de Zuiderse zon, want we trekken naar een land waar lekker eten en lekker drinken niet weg te denken valt. Ik hoop dan ook een paar geheimen te ontdekken uit de Spaanse keuken. De Spaanse keuken is altijd een beetje vakantie. En Juan Luis moet je zin krijgen in zongrijpte vetse producten en smakelijke ingrediënten. De gepassioneerde chef uit Malaga volgde zijn hart naar België en maakt nu hier het mooie weer met zomerse gerechten. Vol zon, passie en smaak. Want zo proeft Spanje. Dag Juan Luis, zeg ik het goed zo? Beter. Buenos días, Juan Luis. Oh, oké. Buenos días, Juan Luis. Hoe zou je voor mij de Spaanse keuken kunnen omschrijven? De Spaanse keuken? Heel simpel. Die is gewasserende product. Gewoon goeie verse producten te vinden. En daarna die is niet te veel nodig. Dat is gewoon een beetje bij werken. En wat zijn zo de goede Spaanse producten? De goede Spaanse producten van de basis in een goeie platte peterselli, platte, look en olijfolie. Ja. Vinden Spanjaarden de tafel heel belangrijk? Die cultuur van de tafel is heel belangrijk. Normaal. Want als ik op vakantie ga in Spanje, daar wordt om 12 uur 's middags niemand is daar aan het eten. Nee, inderdaad. Want in Spanje, die mensen die drinken zijn koffie gewoon. 'S Morgen voor naar de werken te gaan, om 10 uur. Die doet zijn pauze voor zijn ontbijten. En rond 1 uur, 1:30, die hebben de cultuur van de aperitief met een tapa, met de hapje. Ja. En dan daarna die gaan aan tafel rond 2 of 3 uur. Na de tapas gaan ze pas aan tafel. Tapas, ja. De cultuur van de tapas is gewoon aperitief, iets drinken, bij iets een beetje eten bij. Die woord tapa, die komt van deksel, van tapar. Vroeger in de tavernas, dat was veel kleine vliegertjes. Ja. En normaal als die glas aan de toog is, dan vallen de vliegen in de wijn of in de sherry. En in een dag, dat was in een manier gezegd, steek in een deksel boven en die garçon is met in een bordje boven zijn glas en is in een hapje laten zitten. Dat kan zij in een stukje kaas of in een verse anchovies gebakken. En vanaf die moment, dat komt het woord tapas. Wat ga je mij vandaag leren maken? Vandaag, we gaan uiteraard tapas. Ideaal tegen een klein hongerke. Dat is goed. Welke tapas gaan we maken? Ik zie dan iets heel, heel lekker klaarstaan. We gaan een beetje van de Iberische ham gesneden. De Iberische ham die is gekend voor zijn smaak, voor zijn infiltratie van de vet en voor alles de voeding van de vark gekregen. Dat moet bijgevoegen met eikels. Dus de voeding van het beest is ook heel belangrijk voor de smaak. Ja, inderdaad. Dat geeft zo'n speciaal zoete smaak op het einde van het product. Oké, we gaan beginnen voor de gesneden de hes. We gaan in een bord. Zo'n klein bordje. Dat is alleen voor u, hè. Ah, dan is het goed. Belangrijk dat het mes heel scherp is. Heel scherp. Die Iberische ham, ja, en we gaan niet meer noemen pata negra. Een pata negra die komt van een zwarte pot. Er zijn zoveel variëteiten van de hes. En de salas de ras van de vark. Er is de jamón ibérico bellota, dat is de top. Daarna in een klasse inferior van de salas de vark. En dan noemt dat recebo. En dan komt nog in, dat is de cebo. Dat zijn drie verschillen. En die prijs, natuurlijk, is de verschil. Ibérico van bellota is de topkwaliteit. We spreken over in een hes, dat kan zo gesneden in een portie. Dat kost tussen 20 en 22 euro. Je hebt in een prijs van 220 de kilo. En hoe wordt dat dan geserveerd? In een Iberische ham, die kan niet, is gewoon zo puur natuur. En laat genieten van de smaak. Soms die is ook geserveerd met pan catalán. De pan catalán is zo in een soort van verloren brood, oude brood dat je hebt thuis. En je rooster en je mengt met de tomaat, met look en olijfolie. Mm. We gaan gesneden. Rooster
proberen. We gebruiken look. En we fray de look eerst aan de brood en daarna olijfolie en daarna tomaat. En dan we serveren samen. Dat klinkt gemakkelijk. Ja, dat is niet moeilijk, hè. De brood is geroost. We fray met de look. Dus je pelt die look ook helemaal niet, je snijdt ze gewoon in twee. En dan... Gewoon in twee en we fray de brood. Ik gooi olijfolie bij. Is dat dan speciale olijfolie? Dat is olijfolie. Eerste pers. Je kan prikken. Dat is super natuur. We gesneden die tomaat in twee. Vrij. Grof zout. En dan... Dat is altijd aan de winnaar, hè? Goed. Onze hes boven. Et voilà. Zo proeven Spanje. Dat ziet er heel smakelijk uit. Moeilijk is dat niet, dat moeten we thuis kunnen, hè? Ja, ik denk het wel. Dat is simpel. Nu gaan we de tweede tapas doen, de tortilla. Dat is de Spaanse tortilla. Dat is heel simpel, heel eenvoudig. Weggesneden. Aardappelen en schijfjes. En waarom in schijfjes en niet anders? Want dat duurt minder voor te bakken. Ah ja. Voilà, nu ajuin. Voilà, we mengen. Ondertussen we steken in een pan op de vuur. We gebruiken zonnebloemolie en niet olijfolie. Voor niet een duur product te gebruiken of voor niet te zwart laten maken, die tortilla. We gooien onze mengeling van de patatjes en de ajuin bij. Nu we laten die aardappelen met de ajuin tot glans worden, alle twee, zo of vuur stil. We gooien een beetje fijne zout bij. En we steken in een deksel, zo die helpen die alles wordt lekker mals. Ja. En hoe lang moet dat zo op vuur staan? We moeten, ik denk, ongeveer 15 minuutjes, 20 minuutjes, tot de patatjes zijn echte glans, echte mals. Hè? Goed, kunnen we intussen nog iets anders doen? Ah ja, ondertussen we gaan die onze eieren kloppen. Zo'n tortilla wordt dat vaak gegeten door Spanjaarden. Die tortilla is zoals die brood, denk ik. Het is gewoon regelmatig gegeten in iedere tapasbar. En ik denk ook regelmatig in iedere huis, want er is niet te veel nodig. Ajuin, patatjes en eieren. Niks anders. Voilà. We kloppen onze eieren. Ook een beetje fijne zout bij. Ik ga een beetje opruimen. Het kan proper zijn ook, hè? Ja. Zal ik intussen een beetje verder roeren? Ja, oké. Okay. Anna, onze patatjes zijn klaar. We gaan safe voor de olie weg te gooien. Niet weg te gooien, maar toch. Van de patatjes uit. Waarom wordt er eigenlijk zoveel olie gebruikt als we die dan toch wegdoen? Dat is niet voor weg. Je kan gebruiken daarna terug. Hè? Voor een andere tortilla te maken. Hè? Maar anders is te veel vettig, te veel. Dat is niet mooi. Oké, okay, en nu we gieten onze mengeling van de patatjes en ajuin met de eieren. Doe maar. Ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik luister naar u, hè, chef. Ja, oké. Okay. Mengeling allemaal. Moet ik nu... Maar dan maak ik de aardappeltjes toch stuk? Maar dat is niet erg. Dat wordt mals overal. Okay. Zo mengelen. Dat moet niet de patatjes volledig zijn. Want we gaan daarna bakken de tortilla. We nemen in een nieuw pan. Altijd, we moeten gebruiken in een pan die niet plakken. En altijd... Goed warm
maken voor die mengeling van de tortilla met de eieren te gooien. Nu, we kan gebruiken een beetje olijfolie. Een klein beetje. En dan we gaan de mengeling. Voilà. We zijn onze vuur stilletje gemaakt. En we verdelen dat overal eieren en patatjes zijn. En moet daar nu nog veel aan gebeuren? Ja, nu we moeten gewoon wachten tot het een beetje gebakken is. En daarna gaan we draaien de tortilla. Dat zijn sommige mensen die afwerking in de oven. Hier we gaan we draaien. We zorgen dat die tortilla goed los is. En nu we draaien. We proberen dat niet te veel laten vallen. Hola. En terug vuur harder. Dat vergt toch wel een beetje ervaring, wat je daarnet hebt gedaan. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar als je durft niet te doen, steek in de oven. Dus eigenlijk en, is een ander effect met boom. En dan terug vuur stil. En dan we draaien nog in een paar keer, nog bij. En onze tortilla is klaar. Durf je het te doen? Nee, als dat op de grond valt, dan gaat jij zo kwaad zijn op mij. Nee, ik ken niet. Vertrouw je mij? Ik durf het niet, maar vooral is het een eerste deksel, keer. Deksel hier. Boei duwen tegen de deksel. Ja. En dan draai daarboven. Ik krijg die bal ook niet zo. Nee, zo. Ja, dus we gaan dat overlaten aan de chef. Oké, dat is goed. Voilà, dat begint mooi aan worden. Dat ziet er al goed uit, hè? Ja. Nu wordt hem precies ook al wat droger aan de binnenkant. Voilà. Onze tortilla is klaar. We doen het met de borden boven. Amai. Voilà. En dat is de tortilla española. Eieren, huevos, ajuin, cebolla en patatjes. Patatas. Dat is niet moeilijk in het Spaans, hè? Dat kan niet moeilijk zijn, hè? Voilà. En zo wordt hij ook geserveerd. Normaal, iedereen die kan serveren zo of die kan serveren met de alioli. En dat is wat we gaan nu maken. Een alioli. Alioli. Alioli, dat is een sausje dan? Dat is look en olie. Oké. Niet meer, niet minder. Voilà. Ik hoop dat het gemakkelijker te maken is als uit te spreken. In een ei. Look, grof zout. That's it. Dat is heel belangrijk. Die goeie mixer allemaal voor te beginnen de olie te gooien. En dan. Dat zijn mensen die graag met olijfolie, dat zijn mensen die graag een beetje meer zachte met de zonnebloemolie. Ja, we gaan die met olijfolie doen. We beginnen stilletjes. Voilà. De saus is klaar. De alioli is klaar. Dus onze tweede tabba is volledig. Tortilla. Tortilla met alioli. Alioli. Voilà. We gaan die gebruiken straks. Maar we gaan een beetje mengelen met water, een beetje lopperig, voor onze volgende tapa. Dat zijn de patatas bravas. We gaan eerst bakken die patatjes. We gesneden in vierkante blokjes. Voilà. We gaan onze patatjes frituur in de pan. Dat moet ook goed heet zijn, denk ik. Ja, niet te veel, maar we moeten twee keer bakken. En die moet maal zijn binnen, zoals de frietjes hier in België. En dan krokant buiten. Hè. En ondertussen, we gaan klaarmaken onze andere saus. Nu we gaan de salsa brava maken. Dat is Spaanse pepers, dat zijn pikante pepers. Tomaat, ajuin. En we gaan bakken in de pan. Daarna we gaan mixen en onze saus is klaar. We nemen terug olijfolie. Voilà, genoeg. Dat zijn twee pilpil. Twee pepers. Twee pepers. Ajuin. Hoeveel ajuin zit daarin?
Die zien in Ajuin. En hoeveel tomaatjes zijn dat? Dat zijn 4 stuk. Waar heb jij eigenlijk leren koken? Ik heb altijd in mijn familie gezien van te koken. Ik kom van in een familie van 9. We zijn 6 zussen en 3 broers. En mijn mama die moet altijd veel koken. Amai, voor 9 man koken? Voor 9 man. Altijd in de keuken bezig. Nu, ik kan zeggen, dat is voor mij een passie. Ja, ik volg geen recept, ik volg mijn gevoel. Maar dat heb je dan eigenlijk toch een beetje meegekregen van thuis? Ik denk wel. We gaan mixen. Oké, dat is onze salsa brava. We gaan een beetje zeef voor niet te veel stukje van de pelletje van de tomaten van de juin te doen. Voilà, we hebben voldoende salsa brava voor onze patatas bravas. We gaan een beetje water bijvoegen hier en de alioli, dat een beetje loperig is. Is dat sausje nu typisch gemaakt voor die patatas bravas? Of kan je dat met andere gerechtjes ook eten? Die salsa nee, is veel te pikant voor aan andere gerechten te gebruiken. Hè. De woord brava dat komt zoals de stieren. Bravo. Brava is gewoon echt te pikant. We zijn 2 pilipili gemaakt en daarna gaan we zien de resultaten. Oké, we gaan bakken nu voor de 2e keer. Je ziet het ook wanneer ze klaar zijn. Hè? Ze hebben nu allemaal zo'n mooi bruin korstje. Voilà. Lekker croquant. Wat zijn de patatas bravas? Dat zijn de patatjes. Die zijn nog niet brava. Die brava die zijn als die pikante zout bij is en onze alioli. En dan alioli bij. Voilà. En als je graag een beetje extra pikant, we hebben pilipil il gemal. En we gooien weg. En voilà. Onze patatas bravas zijn klaar. Dat is onze 3e etappe. En nu we gaan een beetje typische Spaanse kaas, die manchego kaas. Dat is in een 100% schapenmelkkaas. En dat is een van de belangrijke en gekende kaas in Spanje. We gaan horizontaal leggen. We nemen die korst eruit. Dat is in een natuurkorst. We laten die korst die van achter. En wij gesneden in 3 hoekjes iets dikker. Ja? Dat is in Spanje typisch. Gewoon eten die kaas met in een glasje sherrywijn. Dat klinkt als een goed idee. Voilà. En de laatste etappe. Manchego kaas. Kunnen we gaan eten, hè? Ja, voilà. Hopsakee. Zal ik aan mijn deel dragen, hè? Oké, en je neemt de rest, hè? Zo. Voilà. Chique garçon. Het is geoefend, hè? Voilà. Super. Hanna, we gaan laten zien. Dat gaat smaken. Ja, ik denk ook, hè. Dat is allemaal eten met de handen nu, hè? Ja, fingerfood. We gaan erbij drinken. Hé. Hey. La guita. Weet je wat is la guita? De koortje. Dat is in een naam die gebruiken de mensen in het zuiden voor in een koortje. Manzanilla is in een 2e stap van de sherry. Het is een beetje zacht en niet zo droog als de sherry. Voilà. Op de tapas. Salute. Smakelijk, hè? Dat was de patatas bravos, hè? Ja. Dat was very spicy, hè? Maar dat is wel heel lekker. Ja? Ja. Merci voor de tips, want het zijn echt super lekkere tapas. En dat zijn dingen die ik thuis ook kan maken. Dus ik ga dat zeker eens proberen. Super. Op de tapas. Salut, dames.